wat zeg je? Wijn in bocht? Goedemorgen, ik heb de koffie op hier in het restaurant. Ik zit in Frans-Catalunje. En het is nog een half uurtje rijden en dan ben ik bij mijn eerste wijnkleintje. We gaan eens even kijken wat ze daar te laaien hebben. Nou, het autootje staat er vredig bij. We even de gordijntjes opentrekken, even een rondje lopen, alles controleren en dan kunnen we gaan. Ik heb vandaag 3 klanten te laden. Dan heb ik pas 25 pallets, dus er zal nog wel iets bij komen. De airco aanstaan, want het is hier nu al ontzettend warm. Het is 22 graden, een beetje benauwd en het zicht reikt niet heel ver. Dit zijn de voorlopers van de Pyreneeën. Maar aan die kant hoor je normaal gesproken de Canigoute zien. Het meest kenmerkende berg voor Frans-Catalunya. We gaan daar regelmatig op vakantie hier in de bergen. Maar ik zie alleen nog maar wolken. Maar het zou op moeten klaren, want het wordt vandaag 34, 36 graden hadden ze het over. Tot het nieuws vanmorgen in het restaurant. Dus we gaan meemaken. Nu geladen bij een wijnboer die liever niet had dat ik op zijn terrein filmde. Alleen één ding mocht ik wel filmen. Ik vroeg aan hem, kan ik dat alsjeblieft er even opzetten. En dat is deze kar hierachter. Dat is een bottelarij. Bij de kleine wijnboeren kunnen ze die voorrijden. En dan kunnen ze alle wijn bottelen in flessen stoppen. En die staat dan soms een week bij zo'n wijnboer. En dan gaat hij de week erop naar de volgende. Dan leveren ze een hoop lege flessen aan in dat soort kratten. En dan komen er weer vol flessen uit. Dat is wel makkelijk. Die kunnen ze delen met allerlei wijnboertjes. En dan hoeven ze niet een complete bottelarij op het erf neer te zetten. Want dat kost natuurlijk een hoop geld. En onderhoud. En nou kunnen ze dat mooi delen. Hoor je ze? Prachtig, hè? Cicades. Fantastisch. Maar goed, op naar de volgende. Vandaag bij 3 wijnklantjes geladen. Ik heb de oplegger nu vol zitten. De laatste in de buurt van Pézenas, boven Montpellier, Béziers. En we staan nu midden in het wijnveld, tussen de druiven. En wat tijd om te gaan. Dat vrachtje moet weer terug naar huis. Dan even kijken of dat ik het zelf nog moet lossen. Of dat we alweer richting het weekend gaan inmiddels. Nou, on y va! Sinds een paar maanden hebben we een nieuwe wasstraat. Het vorige ding was toe aan vervanging. Er is nu flink geïnvesteerd. We hebben ook een nieuwe schuiminstallatie, waardoor we meer auto's per dag kunnen wassen. In het weekend wassen we nu zo'n 60 auto's. Hallo, Robin hier, KRG Venlo. Deze maand een vlog over ons warehouse. We zullen jullie een aantal werkzaamheden laten zien die we hier verrichten. Onder motto geen woorden maar daden bij deze. Allemaal.
zojuist aangekomen in Rotterdam en hier achter mij zie je een klein depot. We hebben in Antwerpen containers geladen op de barge die zojuist gelost worden hier in Rotterdam. Achter mij ziet u de exportafdeling. Hier worden de uitgaande containers geboekt bij de rederijen. Daar wordt onder andere gelet op het tarief, wensen van de klant, transittijd, etc. En daarnaast wordt ook het voortransport geregeld, douanezaken worden in orde gemaakt en andere documentatie zoals BH-instructies, VGM. We staan hier in het warehouse. Hier worden dagelijks verschillende producten opgeslagen. Wil je weten hoe dit gebeurt? Kijk dan naar de volgende vlog.